De Drangnetta, een van de meest machtige maar onbekende maffiaorganisaties van Italië. Ze komen uit Calabria, de regio die de punt van het land vormt. De Nederlandse journalist Sanne de Boer woont daar al jaren, deed onderzoek en schreef een boek over deze machtige maar mysterieuze groep. En Sanne de Boer staat hier naast mij en ik hou nog even jouw boek omhoog. Mafiopoli, moet ik zeggen. Heel goed. Een zoektocht naar de Drangnetta, de machtigste maffia van Italië. Hey, is de titel officieel? Hoe spreek ik die naam eigenlijk uit, de Drangnetta? Drangheta. Je mag de N vergeten ja? en de klemto ligt op drang. Drang. Ja. En waar komt die naam vandaan? Want het is, je kent namen als Gamora, Comora ja. en Cosa Nostra. Precies. Maar dit is een hele ander soort genaam. Inderdaad. En het komt eigenlijk uit de Griekse geschiedenis van Calabrië. Griekenland uh, heeft ooit delen van Zuid-Italië gekoloniseerd... Ja. En daar ligt dus die Griekse links. link. En um, drangeta betekent in het Grieks machtige mannen, of uh, moedige mannen eigenlijk. Moedig. Moedige mannen die machtig zijn geworden inmiddels. Ja, ze zien zichzelf ja. als moedige en machtige mannen. Ja. Jij uh, bent een zoektocht naar die groep gaan doen. Uh, waarom ben je die zoektocht begonnen? Ja, ik. Ik ben gaan wonen in Calabria. Een prachtig gebied, uh, ook een arm gebied. Ik, en geleidelijk aan realiseer ik mij dat uh, dit hele arme gebied uh, van Italië. Uh, klein werd gehouden door de georganiseerde misdaad. Ja. En uh, dat die, die groep, die uh, misdadigers, uh, nogal grote groep, dranghettisten. die bleken eigenlijk een soort criminele multinational te hebben ja. gecreëerd. En heel machtig zijn geworden in Europa, maar ook daarbuiten zelfs. Ja. Ja, daar was zo weinig over bekend. In Nederland en in dus buiten Italië vooral. Dat ik uh, ja kon niet helpen om daarin te duiken. Ja, je bent journalist, je bent nieuwsgierig. Ja. Je bent, je woont in een dorp, dat dorp heet. Dat ga ik niet zeggen. Dat mag je niet zeggen. Maar in dat dorp wonen ook uh, leden van uh, misschien een van die clans. Ja. Weten die dan dat jij journalist bent? Hoe, hoe gaat zoiets? Ja, ik kan niet vermijden dat ze dat weten. Ik val ook nogal op, natuurlijk, ja. he, met mijn blonde haar. Ik ben redelijk lang voor een uh, Zuid-Italiaanse begrippen ben ja. ik. Uh, toch wel wat langer ook. Dus ja, ik, ik, ben, ik kan niet anoniem daar nee. uh, werken. Um, en het is net als bij in andere delen van Calabië het geval. Eigenlijk heel Calabië uh, is onder invloed van, van uh, een dan van Dangata clans. Dus ja. dat is ook in mijn dorp het geval. Ik vertel daar ook over in mijn boek. Ja, um, ja dat is wel eens confronterend als je, als je dat... Uh, maar, het, maar het is niet gevaarlijk. Ja, dat is altijd een beetje een stomme vraag om aan een collega journalisten vraagt maar, is het gevaarlijk? Uh, het, is, uh, ja, het, het is riskant om over de lange tijd ja. te schrijven. Absoluut. Ik heb die afweging gemaakt omdat ik mij zorgen begon te maken over Nederland. Ja. Ik zag hoe de drugscriminaliteit hier uit de hand liep. En ik, uh, vermoed, uh, ik sterke vermoedens dat daar toch ook wel ergens. Dat, uh, uh, samenwerkingsverbanden uh, ja. zijn. En ik dacht, dan laat ik toch eens even mijn licht schijnen op wat ik heb ontdekt de laatste jaren. En uh, met een boek kan dat gewoon het beste. Ik ja. heb ook reportages gemaakt over het onderwerp, maar dan kom je toch net niet uh, verder dan uh, ja, sommige, wellicht ook wat stereotypen. Ja, en in het, in het boek vertel ik eigenlijk het genuanceerdere verhaal, ook het ongemakkelijker verhaal. Want ik vertel ook dat Nederland een hele belangrijke rol ja. speelt in het uh, succesformule uh, van de drangenteigen. Ja. Laat het, zou ik het even over Nederland hebben. Ja. Calabria, jij woont daar, dat is de punt. Dat is, dat is een plattelandsregio. Dat zijn eigenlijk een soort van boeren, mag ik ja. wel bijna zeggen. Prachtig gebied, bergen, zee, et cetera. Ja. Hoe is het georganiseerd? Is het, heeft elk uh, regio zijn eigen clan? Zit er een opperbaas boven? Kun je, kun je het kort uitleggen? Ja, um, nou, de Dranket is eigenlijk een, een hele horizontale organisatie. De clans hebben eigenlijk hun uh, uh, zeggenschap over een bepaald gebied. Uh, en daar krijgen ze weer uh, permissie van uh, de toplaag uh, ja. voor. Um, en die, die, dat topbestuur dat komt samen in San Luca, dat is ook een bekende naam. Dat wordt een beetje gezien als het, hoofd, uh, bestuur, uh, het hoofdkwartier ja. van, de, van de Drangheta. En het is dus eigenlijk een soort van piramidevorm. De machtiger families uh, die, die, uh, die zitten aan die top. Ja. En... Um, Hierachter ons staat uh, op het beeld uh, Domenico Operisano, dat is de Opedisano. hoogste baas, tenminste de laatste bekende hoogte, hoogste baas. Die is in 2010 gearresteerd. En, um... Dat was wel bijzonder, want daar heeft de politie ook de... eigenlijk de soort van symbolische uh, um, installatie van gefilmd rechtstreeks. Ik, uh, oh, dat, dat, dat ritueel is dat eigenlijk het basis. Dat ja. ritueel, ja. En uh, nou, dat is alweer tien jaar geleden. En het bijzondere is eigenlijk ook dat deze man binnenkort weer vrijkomt. Aha. Uh, maar inmiddels hebben we natuurlijk, zijn er vast ook hele andere uh, um, hè, ho hoofdfiguren. Uh, maar ja, die zijn op dit moment nog niet ontmaskerd nee. door de Italiaanse justitie. dat is justiets. ook een kracht... Dat, dat dat, dat ze nog niet weten wie het zijn. Precies, ze ja. zijn ontzettend goed in, uh, um, in schutkeuren aan, aannemen in de maatschappij. De ja. Drangheta is vooral heel groot geworden dankzij, en dat is eigenlijk bij alle maffia's het geval, maar dat vergeten we wel eens, door de uh, contacten in de bovenwereld. Dus ja. door handlangers in de politiek en het bedrijfsleven is de Drangheta zo groot geworden als hij is. Ja. En niet alleen in Italië, maar natuurlijk ook in het buitenland. Ja, ja, ja. Um, jij zegt uh, in je boek, want ik heb, ik heb hem bijna uit, um, het is een, waar, waar, waarin zij opvallen, in tegenstelling tot misschien wel Cosa Nostra. Uh, en dan heb je natuurlijk ook nog uh, Cosa Nostra in, in Amerika. Op een gegeven moment uh, uh, wist iedereen wie het waren. Uh, die, die, die mensen kwamen naar buiten. Ze zijn extreem gedisciplineerd. De regels zijn heilig. En dat is hun belangrijkste uh, uh, overlevingsbron. En als je de regels overtreedt, dan heb je gewoon een probleem. En, en daardoor is het ook vrij makkelijk om zaken met ze te doen. Ze houden zich aan hun afspraken. Ja, dat is hun grote kracht, met name in de onderhandelingen in Zuid-Amerika en Mexico. Ze worden zeer gerespecteerd door de drugskartels. Ja. en krijgen een goede prijs. Daarom komen ze ook groothandelaars worden in de cocaïne. En hebben ze dus zo'n groot aandeel van de cocaïnehandel in de westerse wereld in handen. Ja. En zijn ze heel rijk geworden. Uh, en met dat geld, uh, ja, dat moeten ze dus weer witwassen natuurlijk. Dat doen ze onder meer ook in Nederland, ja. is gebleken. En... Um, ja, dat is eigenlijk waarom ze zo'n hele machtige organisatie zijn wereldwijd. Omdat ze die, dat geld verdienen in, als groothandelaars in de cocaïne. Ja, dus, in, dus eerst was het, waren het afpersingen, ontvoeringen. En dat geld hebben ze geïnvesteerd in de internationale drugshandel. Ja. En dat is nu hun belangrijkste bron van inkomsten. Dat was groot. eigenlijk voor heel veel. Criminele organisaties. Ja, precies. Um, en zij verdienen daarom wellicht dus wat, wat, nog weer wat meer aan dan de andere organisaties, omdat ze, uh, aan die, uh, ja, omdat ze die hele keten zo uh, in handen hebben en uh, kunnen beheren. Ja. En daardoor zijn ze ook degene die niet opvallen, want ze laten het vuile werk ter plekke doen door de lokale criminelen en blijven zo buiten beeld. Ja, ze, ze, ze zorgen ervoor, de bazen zorgen ervoor dat ze buiten beeld blijven. Ja. Um, Nederland. Af en toe hebben we van die aanhoudingen hier. Ja. Dan, dan blijkt er opeens zo'n baas van Drangnetta zich ergens in Nederland te zitten. Ik hoor wel eens iets over Zuid-Limburg. Uh, waarom zitten ze hier en waar zitten ze voornamelijk? Ja, een, ook een hele opvallende arrestatie was in 2015. Toen bleken ze een, een bedrijf te hebben uh, in de bloemen, uh, op de bloemenveiling. Um, hier in zijn... Aalsmeer? Hier in Aalsmeer. Oké. Okay. Um, maar de, meer recent is uh, uh, dus de. Um, die actie, de grootste uh, Europese politieactie tegen de Drangheta ooit... De, destijds, want nu zijn er weer grotere acties geweest... maar dat was in uh, december 2018. Toen werd er inderdaad in Limburg één um, um, een, een, een Dranghetist um, gearresteerd. En deze Dranghetist had een netwerk. Um, ja, hier zien we ook beelden he, van ja, al die precies. invallen. Ja, dat was een hele um, succesvolle actie... want er waren 90 Dranghetisten die gearresteerd werden in Duitsland, Italië... België en Nederland. Ja. In één nacht. Uh, het initiatief lag bij de Field in, in Nederland. Dus het was uh, een, 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 een mooie en uh, wat mij werd lang verwachte actie. En, um, en daar, ja, dat, daarmee zie je dat ze graag zitten in, in, in Limburg ook, omdat er uh, de grenzen uh, dichtbij zijn natuurlijk. Ja. En, voor drie landen, punt. Precies. Duitsland, en daar hoppen ze zo lekker overheen. En um, tot nu toe konden ze daarmee dus de opsporingsdiensten eigenlijk um, ja, um, ontwijken. ontwijken. Um, en omdat die, uh, de opsporingsdiensten hebben tot nu toe in Nederland altijd gereageerd op rechtshulpverzoeken uit Italië. Um, maar dat is een heel traag proces. En ja. daardoor konden ze weer zorgen dat ze net in het andere land zaten. Ja. En dan heb je dus weer creëer je problemen voor de internationale samenwerking. Ja. Wat er met Polino's gebeurd en dat was eigenlijk dus het eerste joint investigation team bij Eurojust. Ja. Daarmee hebben ze dat ondervangen en hebben ze gezorgd. We gaan dit samen aanpakken en daardoor zorgden ze eigenlijk dat ze veel meer mensen en een heel een heel netwerkje konden ja. oplichten en niet dat het maar in Nederland bleef. Het maar bij het is, maar dat was wel een belangrijke. Als als, als iemand die ik, 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 ik lees wat erg veel over misdaad. Um, toch schrik ik wel van jouw boek, ook omdat het um, he, al die romantiek, de godvare, je weet het, de clichés. Maar ze hebben een, een, een ijzersterke greep op die regio. Er worden ook uh, vrouwen die dan toch spijt krijgen, of, of van het milieu waar ze op groeien, op een gruwelijke manier om het leven gebracht. Uh, het dwarsverbanden met de Italiaanse politiek, met het bedrijfsleven. Eigenlijk schet je helemaal niet zo'n prettig beeld dat, dat, dat zo'n ja, ondergrondse groep van, van voormalige boeren zo'n grip op een, op een groot deel van hun land heeft. Ja, op uh, eigenlijk het hele land. Ook in ja. Noord-Italië zijn ze sterk geworteld. Um, het is zo, je vroeg me net over de organisatiestructuur. Ja. Ik weet niet of ik het goed heb uitgelegd. Dat is eigenlijk is de families in Calabria. Ja. Die hebben een, uh, zeg maar hun basis. En die zorgen ervoor dat ze ook in Noord-Italië een, een, een logistieke basis hebben. En in het buitenland, als ja. ze goed en succesvol want, want, zijn. Want, want, ik las in je boek, er is binnen hun weer een harde kern. Ja. En daar moet je toe treden. En dan mag je zaken doen met politici en met, ja. met, met, met andere mensen. Ja, als je eigenlijk tot de top. Behoort in die organisatie een beetje carrière maakt... dan mag je inderdaad ook met vrijmetselaars uh, uh, contact hebben. En vrijmetselaars zijn vaak de elite, in, tenminste in Italië... Ja. zijn vaak de elitaire figuren daar is, daar is de uit groot. het bedrijfsleven... de bancaire wereld en de politiek. En daaraan halen ze uh, een hele uh, goede... Ja, daar hebben ze een mooie vijver om hun handlangers in te vinden... Um, ja, je vroeg me net nog iets anders, dat ben ik even vergeten. Maar... Ja, ik, 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 had het, ik had het over uh, de, de grip die ze hebben ja. op dat land. En dat is natuurlijk eigenlijk helemaal geen prettig beeld. Hè? Ook wat, die, 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 die vrouwen die uh, gedood zijn. Ja. Uh, het is een schrikbewind. En hoe, hoe ga je daar ooit van afkomen? Dat is eigenlijk een hele ja. ingewikkeld vraagstuk. Dat is een ingewikkeld vraagstuk. Het, het heeft te maken inderdaad met dat we verder moeten kijken... ook naar die bloedbanden. Want er zijn families ja. die al... Anderhalve eeuw ook uh, drangheta families zijn. Dus je hebt de bekende namen eigenlijk. Um, maar daaromheen zit natuurlijk een hele grijze, uh, grijze zone, eigenlijk. Van dus. Uh, ja. ja. En als we daar beter op in kunnen spelen. Dus eigenlijk is het belangrijk om twee dingen te doen: internationaal samenwerken, net zoals wat ik net zei. Ja. En ook die grijze zone beter te kunnen uh, onderzoeken. En dat hangt wel van wetten af. Ja. En ook van het uh, fenomeen, uh, gewoon geldstromen, zwarte geldstromen beter in kaart te kunnen brengen. Dat uh, zijn de Europese uh, uh, landen nog niet, daar zijn ze nog niet goed toe in staat. En nee. dat zou voor de strijd tegen de, de misdaad, de grensoverschrijdende misdaad, denk ik, heel belangrijk zijn. Jij, uh, uh, in ieder geval met jouw boek, werp jij meer licht op. op, op ja. Hoe heftig die groep is. Ja. Uh, je woont ertussen. Uh, je gaat uiteindelijk gewoon weer terug naar Calabria, want die regio heeft je hart gestolen, het is toch? een prachtige plek. En uh, ik probeer mijn steentje bij te dragen met mijn boek. Aan dat het een uh, nog mooiere plek wordt. Oké. Okay. Sanne de Boer, Mafiopoli. Een zoektocht naar de drangnetta, de machtigste mafia van Italië. Dank je wel. Ja, bedankt.